Binnen 1 x 24 uur is het aantal positieve COVID-19 gevallen drastisch gestegen. De teller staat momenteel op 54 positief geteste personen, waarvan 44 actieve cases zijn. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt dat alle patiënten worden verpleegd in een ziekenhuis. Enkele zijn opgenomen op de intensive care unit. Ieder krijgt medische zorg. De afdeling epidemiologie is nu bezig met verdere contacttracing van personen. Per dag worden honderden mensen getest op het virus. Verschillende personen zijn in quarantaine geplaatst, zodat eventuele besmetting met het virus ingedampt kan worden. Verder wordt heel Albina onder de loep genomen door het epidemische team. Volksgezondheid doet een beroep op de samenleving om de berichten van de officiële kanalen te volgen en de preventieve COVID-19 maatregelen in acht te blijven nemen. Gebleken is dat er nog steeds heel veel fake news rondgaat. Cleopatra Jesserun, directeur van Volksgezondheid, zegt dat Suriname een beperkt aantal IC-bedden heeft. Wij hebben hiervoor gewaarschuwd. Er is ook een tekort aan verplegend personeel in de ziekenhuizen, benadrukt Jesserun. Dan wil ik dan gelijk antwoord geven op die vraag van hoeveel IC-mogelijkheden hebben we. In de vorige persconferentie heb ik dat ook aangegeven. Dat zijn op dit moment 45. Waarom is het nummer steeds een beetje anders? We kijken naar de realistische die we apart hadden gezet voor COVID. Maar we kijken ook wat we dus niet apart hebben gezet. U snapt, er gaan niet alleen COVID-patiënten nog op de IC moeten. Er gaan ook andere patiënten nog gebruik moeten maken van de IC-diensten. De ziekenhuizen hebben onderling afspraken gemaakt, waarbij VG dus natuurlijk ook belast mee was, om te kijken welk ziekenhuis neemt wat op zich, welk ziekenhuis gaat waarschuiven, in welke fase gaat dit ziekenhuis dat overnemen. Op dit moment hebben we op de IC in het RKZ 4 patiënten liggen en we hebben op de IC van het Wanica ziekenhuis 3 patiënten liggen. Er is een mogelijkheid om dat te stretchen. Maar je wil niet van alle ziekenhuizen alle IC-plekken gebruiken, omdat die IC-plekken ook bestemd moeten zijn voor nog andere patiënten die dat ook daadwerkelijk nodig hebben. Vandaar dat u steeds weer een getal hoort dat shift. Cleopatra Jesserun, directeur van Volksgezondheid. Zij sprak gisteren op de persconferentie van het COVID-managementteam.